te zijn. Ik ben Vish Mahani Thomas, ik ben hoofddirecteur bij Zorgdirecteur. En namens de groep Zorgjournalisten en hoofddirecteur heet ik u van harte welkom. We zijn hier samengekomen omdat we geconfronteerd zijn geworden met de ernstige bedreiging voor de persvrijheid in ons land. Zoals u wellicht weet, worden nieuwsberichten van betrouwbare media steeds vaker opzettelijk gerapporteerd op social media platformen, zoals Facebook, voornamelijk Facebook. Deze gerichte actie ondermijnt niet alleen de vrijheid van de pers, maar ook het recht van het publiek op eerlijke, onafhankelijke informatie. Met de verkiezing voor de Facebook gewoon, de community standard, maar we hebben deze poppen eerder zoveel keren gebruikt. Deze is nooit verwijderd geworden. Sindsdien zijn we telefonisch contact gehad met Facebook, Meta. En we werden teruggebeld en ze hebben natuurlijk aangegeven dat geen antwoord. Maar na zoveel keren praten, hebben ze uiteindelijk ook aangegeven dat er twee soorten meldingen zijn. Acties hebben op een gegeven moment geen enkele resultaten, omdat je zo'n we gaan de samenleving met zo'n systeem eigenlijk nieuws onthouden. Ik wil nu vragen om aan Teram Charan Riri Gompers van Starnieuws. Ja, dankjewel. Ja, mijn beste. Ja, we gaan René zegt ons. Ja. Er zijn meer media die last hebben van aanvallen en gerapporteerd worden, maar we hebben met elkaar afgestemd en dat soort zaken, wat helemaal, weet je, met bron en al. Dus je vraagt je af welke regel je hebt overtreden. We hebben ook vaak geworden de volgende keer. En je weet niet wat de volgende keer is, want het zijn eenvoudige berichten die helemaal niet fout zijn. Ik zou even. Boek waarbij we aanvallen hebben gehad en onze hele Facebook. Helemaal verloren en een dag stonden we op en zagen dat we geen controle meer hadden over die page. Los van Facebook hebben we de afgelopen 3 maanden ook aanvallen gehad op onze website. En op een gegeven moment begon het zo te gaan. Foto's werden veranderd, de informatie werd veranderd en op een gegeven moment konden we ook gewoon niet meer op onze website gaan. Dus voor enkele dagen in de afgelopen 3 maanden was de website uit de lucht. Verder hebben we het ook gehad bij onze Gmail-adressen. Die zijn ook overgenomen. Gelukkig hebben we die Gmail-adressen terug kunnen krijgen. Het lastige ervan is dat je niet weet wat er gebeurt, want je krijgt geen informatie, uitnodigingen vanuit de samenleving of instanties konden we niet meer krijgen. En het gevaar ligt er ook bij dat je op een gegeven moment de situatie krijgt dat men vanuit jouw e-mailadres verkeerde informatie de samenleving kan insturen. Gelukkig is het niet zo ver gekomen. En er is ook getracht onze Instagram-page over te nemen. Het was bijna alle handen van de hackers, maar op een gegeven moment gaat vanuit Facebook, onze website en onze Instagram en verder ook nog onze Gmail-adres. En dat is een hele. Ik kan met je van. Ja, voor mij kan het goed worden, dus ook daarin van Zorn. Ook Zorn is het slachtoffer geworden van Facebook
best researchers and hacking and supports. Onze Facebook page is vorig jaar augustus ook gehackt. Dat is met 100.000 followers, likes en zo. Na een tijdje zie je dat de hacker porno filmpjes post op die site. Als we rapporteren, krijgen we op Facebook te horen. Niets aan de hand, het is normaal. Wat we ook merken is berichten die we posten, normale berichten, ook verwijderd worden. Op zaterdag plaatsen we een bericht, politie zoekt eigenaar van schapen. En dat wordt ook meteen verwijderd. Denk je van, wat is mis mee met het zo'n bericht? Gaat om die foto van een schaap, is dat iets zo erg? Andere foto, flyer van het ministerie met muntjes erop, die wordt ook verwijderd. Je vraagt je af, als je in beroep gaat bij Facebook, krijg je helemaal geen antwoord. Maar terwijl op een gehackte page er ook porno is van de plaats, maar daar vind je van geen probleem. Dus de meeste mensen die nu krijgen zijn against community rules. Maar een normale foto van een schaap of van een paar muurtjes is dat tegen gemeenschapsregels. Dus dat praat je af. Dus ook wij hebben last van de sancties die Facebook treft. Facebook, social media, heel veel mensen hebben toegang via social media tot nieuws. Ook mensen die tot voor kort digipeed waren, hebben nu wel een Facebook account waarop ze dagelijks geïnformeerd wordt over allerhande nieuwsjes en nieuwsberichten. Zo, zeer zeker van mijn kant ook van harte goedemorgen. Als ik dus even heb geluisterd naar alle collega's aan tafel, heb ik niet veel meer toe te voegen. Sowieso bij Panasonic, die zijn sowieso ook slachtoffer, ja, ik mag het noemen slachtoffer geweest van deze, ik moet zeggen, het kan tot een roof, hè. Het is een soort roof van je eigen archief, als ik het zo mag noemen. Dus wij ook zijn slachtoffer geweest en wij zijn nog steeds slachtoffer. Om even terug te gaan, ruim een jaar terug, dus minder dan een jaar, hebben wij dus dan ook een inbraak gehad op onze Facebookpagina. Ja, een jaar terug was alles nog normaal, dus je dacht van oké, goed, het is normaal, laten we maar even weer een nieuwe pagina maken. Maar kort, een pakweg twee, drie weken terug, kregen we dus dan een melding dat onze e-mailadres niet meer in werking zit. En u weet sowieso dat je e-mailadres verbonden is aan in feite al je accounts. Zodoende is dan ook onze Facebookpagina en onze archief dat we hebben op onze YouTube-pagina. Ja, onze YouTube-pagina die is dan sowieso ook aangevallen. En dan 30 jaar informatie op hebben, niet meer bestond. Dus ook wij zijn de dupe van geweest, wij van Rasonic Media zijn de dupe van geweest. En verandering komen. En we hopen ook dat deze noodkreet naar de overheid gaat, waarbij zij ook als overheidsinstantie in conclave zullen treden met eventueel Facebook, want het is niet alleen mediabedrijven, maar ook burgers hun accounts worden gehackt of gerapporteerd onnodig. Dus we hebben ook contact gehad met Facebook-deskundigen. Ja, we hebben ook contact gehad met Facebook-deskundigen. En we willen ook gaan zitten met hen om te kijken hoe wij als mediabedrijven dit kunnen aanpakken. Op dit moment, we houden even hier en we natuurlijk, we gaan ervan uit dat jullie hier zijn gekomen met vragen en dit is het moment om dat te doen. Oké. Okay.
je? Is aan. Collega's, goedendag. Ik wil niet daar graag om wat duidelijk te zijn. Hoe heeft het in het verleden gewerkt? De regering dan vindt het nodig om media-raden te installeren aan de vooravond te verkiezingen. Zou je dat aan ons kunnen uitleggen hoe een media-raad zou moeten werken? Omdat ik meen te weten dat het woord media-raad ergens in de tijd door de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, de minister van Cultuur of wie meer dan die afkorting is, de minister zou iets van media-raad hebben gezegd. Zou je de beroepsgroep, het is geen kliniek hier, het is een persconferentie, maar zou je een beroepsgroep wat duidelijkheid, wat kun je een toelichting geven hoe het zou moeten werken met de media-raad? Misschien kunnen we door de vraag nemen. Dan. Ja, dat zou ik net gaan zeggen. Goedemorgen, collega's. Als we het hebben over... Graag je naam en je medium. Oh, sorry. Raina Roos, SCVS, Suriname, Herald. Als we kijken naar wat er gebeurt nu bij jullie, wat? Zouden wij als, of wat zou de samenleving hieruit kunnen halen als we het hebben over een duidelijk signaal? Want wij verslaan het nieuws, wij brengen het nieuws naar voren. En als wij dat jullie verstoord worden in het werk, wat signaal geeft dat naar de samenleving? 1. 2. Als we het hebben over wetgeving, moet er duidelijker, of moet er een andere wetgeving gemaakt worden om speciaal de mediahuizen te beschermen tegen hacking. En nog de laatste. Gelet op het beleid van de regering, we gaan richting de verkiezingen toe. Wat zou er concreet moeten gebeuren zodat journalisten veilig hun werk of hun beroep kunnen uitoefenen als we nu al merken dat collega's onderin vaak genoeg te kampen hebben met hacking, met problemen, met het produceren of het publiceren van nieuws? Dank je. Ik heb nog een vraag. Is je laat het over. Nou, eigenlijk. Ja, sorry voor de signaling als andere TV. Is je laat het daar en aan het eind over. Eigenlijk in contracten met de regering, overheid, om te praten over hoe we eigenlijk naar een manier kunnen kijken om dit op te lossen. We hebben ook gemerkt, of we hebben gemerkt dat de afgelopen tijd we ook nou, in een soort crisis waren met de regering of met enkele van de ministeries. Is het wel raadzaam om naar de regering te stappen? Ik denk dat we antwoord kunnen geven op deze vraag en kunnen doorgaan. Dankjewel voor de vraag. Wanneer we praten over het signaal naar de samenleving, is ze moeten de rol kennen van de media eerst. Wat is onze rol? Waarvoor zitten wij hier en waarvoor doen wij dit? Wij doen dit werk voor de samenleving, zodat zij geïnformeerd worden en in een goed draaiend democratische staat is de media een belangrijke aspect wanneer het komt om geïnformeerd te worden, een goede beslissing kunnen nemen en op de hoogte te zijn van zaken. En als wij ons werk niet naar behoren kunnen doen, dan gaan we op een gegeven moment een samenleving hebben die niet beschikt over informatie. Dan praat ik over betrouwbare informatie en geverifieerde informatie. En waarom Facebook? In Suriname zien we hebben een Facebook-land. Iedereen is op Facebook. Wij kunnen als media niet zeggen, meer zitten en zeggen, oké, de mensen gaan op je website klikken. Het werkt niet nu meer zo. Als je de mensen wil bereiken, moet je naar ze toe gaan en dat is Facebook. Als we praten over beleid, wetgeving, dat is zeker iets dat de parlementariërs moeten gaan meenemen. Ook hun profileren zich op Facebook. Ook de politieke partijen hebben profielen waar ze bezig zijn met hun campagne. Ook hun pages kan verwijderd worden. Dus het is niet iets van media en burgers alleen. Iedereen kan slachtoffer van worden. Conclaaftreden met de regering. Ik wil graag dat Anita hierop aangeeft en
Er was ook nog een artikel, nog een aanvraag met betrekking tot mediaraad. Ja, over mediaraad gaan we nu niet hebben helaas, want we zijn hier met een ander topic gekomen. Maar in een andere setting kunnen we daar wel op ingaan. Wat de regering betreft, conclaaf, we weten niet van waar de aanvallen komen. Een deel is sowieso robots, bots enzovoorts. Een deel is dat je wordt gerapporteerd, massaal, georganiseerd. Dus we weten, er zijn heel veel fake accounts in Suriname, dat weten we. En die rapporteren je massaal en dan krijg je dit. Die robot begint gelijk te werken. Als iets gerapporteerd wordt, wordt je bericht weggehaald. Maar kijk, waar de overheid wel kan inkomen, is misschien weet men niet dat we een mediahuis zijn. Misschien kunnen ze niet vinden hoe je ze moet identificeren. De overheid kan best wel meekomen en zeggen van dit tast de persvrijheid, de vrije meningsuiting uit. En wij zullen ook iets doen om te wijzen dat heel Suriname op deze manier aan banden wordt gelegd. Dus je hebt een overheid nodig. We kunnen natuurlijk ook kijken buiten de overheid, ook de Amerikaanse ambassade bijvoorbeeld, met wie er contacten zijn van kan men iets doen. Want als we niets doen, hebben we straks gewoon geen mediaplatformen. En ook burgers. Kijk hoeveel burgers ook weggehaald worden. En vooral kritische burgers, influencers. Dan zie je wel dat er een richting is, dat het georganiseerd is. Dat niet zomaar gebeurt. Maar we moeten hier iets aan doen. We kunnen niet alleen maar huilen en zeggen, we doen niks. Sam en René willen hier ook antwoord geven. René van Hoekers van Stadius. Op die vraag, die ironie van we zijn nu bezig met de regering bij de rechter en we hebben de regering nodig. Waarom de regering wel nodig is, dat hebben die anderen aangegeven. Maar kijk, politici hebben ook last hiervan. Ik weet niet of het Ramdin was, die gratis paspoorten deed. Zij hebben er ook last van. En het gaat erger worden. De verkiezingen staan om de hoek. Nu, als je niets doet, als je het zo laat, gaat die stroom van fake news alleen maar groter worden. Het is er nu al voor ons die in het veld zitten. Is het soms al heel moeilijk om te distinguishen. Komt dit nieuws van NDP, van de NPS, komt het echt van die? Weet je. En dat gaat alleen maar erger worden. En als de regering iets aan doet, vooral de coalitie die zo graag nog een termijn wil, of de aanbod die van de 1070 stemmen wil halen, dan moet je iets eraan doen. Want nu ben je, is iedereen target. Iedereen met een grote following is target. Weet je. En als het Stadius kan treffen, als het ABC kan treffen, als het Herald kan treffen, wie is dan de gewone man? En degene die zich later moet gaan profileren als degene op wie je moet stemmen, die moet ervoor zorgen dat hij goed beschermd is online. Want daar gaat de propagandastrijd plaatsvinden. En stel nou dat alle, ik klop het af, ik stel nou dat alle Facebook-pages, media-pages, geen live mogen uitzenden in mei, terwijl die propaganda-oorlog aan de gang is. Weet je, dat is het groot nadeel voor de politieke partijen. Dus de regering heeft er baat bij dat ze er wat aan doen. Het volk heeft er baat bij dat ook de regering involved is in het zoeken naar een oplossing. En het is veel groter. Een paar jaren geleden was er een aanval op het regeringscomputersysteem. Het was een DDoS-aanval, weet jullie nog? Dat was maar een tipje van de ijsberg. Weet je, er zullen meer aanvallen komen. Dit is maar het begin.
Oh, en wat zeg je aan de samenleving? Kijk, we zitten in een tijd waarbij goede informatie van essentieel belang is. Als je naar het nieuws zoekt, als je zeker wil weten dat het nieuws correct is en waarheidsgetrouw, ga dan naar die nieuwssite. Weet je, je kunt niet alles geloven op social media. Wat je wel kan geloven, is het nieuws dat staat op die website. En ook al is het nieuws niet iets dat, ook al is de inhoud van het nieuws niet iets dat je leuk vindt, maar het is wel de waarheid. Dus ik zou aan die mensen zeggen, ga naar die website, dan weet je bijna zeker dat de informatie daar waarheidsgetrouw is. Een korte toelichting over het heel alles gezegd. Soms krijgt de samenleving dan de indruk dat de mediahuizen informatie achterhouden of er is een belangrijke gebeurtenis en niemand heeft bijvoorbeeld is live gegaan of heeft het in de nieuwsbulletin gebracht. Maar dat heeft allemaal te maken met zulke aanvallen, omdat je bijvoorbeeld het niet meer kan publiceren vanuit je Facebookpage, vanuit je website, vanuit je e-mailadres om het te distribueren. Dus daarom brengen we deze informatie naar de samenleving, dat men kan weten wat er speelt en dat het geen onwil is dat wij bepaalde zaken niet willen publiceren, maar zijn de aanvallen waarmee we moeten dealen. En wat niet al zei, we weten niet uit welke hoek dat komt. We proberen dat ook na te gaan, dus over de hoek waar het komt, kasten we in het duister, maar we hebben all hands on deck nodig om dit gezamenlijk te tackelen. Gloria. Samen kan blijven zitten, hè? Goedemorgen, mijn naam is Gloria Rossen, voor ons dit. Dat jullie dit hebben gedaan, is de aanleiding, is duidelijk. Jullie hebben gezegd, we willen niets doen, we willen iets doen. En jullie verwachten het van de regering. Hebben we al een brief geschreven naar de regering om een gesprek aan te vragen, om van daaruit die hulp te komen? En de Amerikaanse ambassade al benaderd? Want het doel is nu om het publiek te informeren, maar wat zijn de vervolgstappen? Goedemorgen, mijn naam is Marquinhos. Ondervoorzitter van de SVJ, dus Nederlandse ervaring als ondervoorzitter onder andere. Jullie hebben het meegemaakt, is het besproken in SVJ gewand en hoe zal de SVJ hier betrokken zijn om deze zaak verder te breiden en aan te pakken? Hebben jullie gesproken met, het zijn een aantal mediahuizen, wij hebben ook iets in die rapportages binnen gehad. Maar het is dus niet zo waardig in proporties zoals bij stadions bijvoorbeeld. Maar we zijn wel aware of the fact dat het ook ons kan zijn de volgende dag. Is er wel gedacht om als mediahuizen samen te komen en het als regioprobleem aan te kaarten bij Facebook? Dit is de impact op alle mediahuizen in Suriname. We zijn richting de verkiezingen. Hoe kan Facebook helpen nadenken of kijken hoe het regionaal zou kunnen aanpakken? En is er ook contact geweest met onze Caribische partner in de ANC? Ik wil deze vraag alvast beantwoorden. Ik stuur het even door. Goedemorgen, Stephanie Lochan, Suriname Herald. Mevrouw Lita heeft het gehad op georganiseerde aanvallen, waaronder ook de media. Ik vraag me dan ook af wat dit internationaal kan betekenen voor ons imago als democratie. Maar de afgelopen jaren hebben we behoorlijke slagen moeten incasseren op de persvrijheid. En afgelopen jaar komen we pas eruit. Dus wat zou dit kunnen betekenen? En twee, we weten dat de mediahuizen het ook financieel moeilijk hebben. En dat er vaak gezocht moet worden naar resources, ook om te investeren in de journalistiek. Ik vraag me af wat de financiële schade is na zulke aanvallen. Misschien een beeld daarvan. Goed.
Ja, ik moet hè. Over hulp gesproken. Kijk, deze persconferentie is belegd om de samenleving te informeren dat dit gebeurt. Kijk, het gebeurde al heel lang, maar pas toen Stanius er zelf over haar leed heeft gepubliceerd, toen pas bleek hoe groot die impact van speelt. Het zijn niet alleen burgers die er last van hebben, maar nu ook mediabedrijven. Spreken met de regering, spreken met ambassades, spreken met organisaties, dat zijn dingen die on the long run gaan gebeuren. Sowieso moet het gebeuren. Maar hulp hoeft niet per se te komen van al die organisaties die we volgens protocol moeten aflopen. Er zijn ook slimme Surinamers in de samenleving. Er zijn deskundigen die handvaten kunnen bieden. En misschien kijken ze naar deze live en krijgen we straks allemaal contact. Over samen optrekken, dat ligt echt aan de mediahuizen om dat te doen. Misschien is dit een goede aanleiding om uiteindelijk daadwerkelijk samen op te trekken. En niet alleen bij als een van ons voor de rechter moet staan, weet je, of aangevallen worden. Welke vragen? Financiële impact? Ik denk dat iemand anders die vraag moet beantwoorden. Die aanvallen dat ze georganiseerd zijn, dat hebben wij wel kunnen aantonen. Van waar ze precies komen. Dat is punt 2. Feit is wel, is dat een. Kijk, in eerste instantie dacht ik dat ik te maken had met een domme artificial intelligence achter zitten. Want alles dat geprogrammeerd is, kan je manipuleren, coderen en whatever. Je kan die robot anders laten denken. En waarom ik dat ook zeg, is omdat foute sites, foute pages, wel oneer blijven. Dus dat betekent dat een mens die besluiten neemt. Weet je, een robot kan tot zover gaan. Hij kan besluiten nemen, autonoom, tot een bepaald niveau. Maar als er 1000 klachten komen, als die besluiten geappeald worden, moet hij ook reageren. Daarvoor is hij geprogrammeerd. Maar als dat net niet gebeurt, dat betekent dat er dan mensen achter zitten. En dan zijn er een heleboel manieren om, georganiseerde aanvallen te doen. Dat 1000 mensen of pods tegelijk iets aanklagen, dat kan alleen aangestuurd worden. Weet je, dus er zitten sowieso mensen achter. We vechten niet tegen onzichtbare robots. We vechten nu tegen mensen. En de enige mensen die het kunnen aanpakken, zijn andere mensen. En wat zou dat betekenen voor ons klimaat? Oké, dit is de zoveelste aanval op de persvrijheid. Maar niet alleen op de persvrijheid. Het is een aanval op je vrije meningsuiting. En dat is bewezen. Mensen die kritisch zijn, worden gevlucht. Mensen die hun schaap zoeken, worden gevlucht. Onschuldige dingen worden gevlucht. Je kan je niet meer uiten. Je kan je mooie dingen niet meer uiten. Dat is een aanval op je uiting. Je bent niet meer vrij om je te uiten. Je weet niet wat je moet posten. Weet je? Dus het heeft niet alleen impact op de persvrijheid. Hoe we deze aanval op de persvrijheid specifiek gaan counteren, dat weten we nog niet. Vandaar deze persconferentie. Want een aanval van de overheden, individuen op de persvrijheid, die zijn nu relatief makkelijker te tackelen dan een army of robots. Vraag van SVU. SVU.
ja, dus die vraag van SVA, wat ik al eerder zei. Al die organisaties, natuurlijk wordt het opgepakt, maar ik ga nu niet zeggen, we gaan het meenemen. Weet je, dat is zo usual. Weet je, we zijn hier om te informeren. En alles wat hierna gebeurt, praten met organisaties, meenemen in vergaderingen, dat is een natraject. Oh, ACM, wacht dan. Zo ook zo ACM. Ja. Hoe zal Stadium zich aanpassen met de recente beperkingen die zijn opgelegd door Facebook? En is er ook vanuit deze mediahuizen die zitten gekeken naar andere organisatiemodellen? Dus is er uitgekeken naar IT-professionals die bescherming kunnen bieden tegen deze cyber aanpak? Waarom wordt er dan eerst in het initiatief een heel andere komen als ja, kijk, wij hebben besloten als eerste de pers te informeren en via de pers de samenleving. Dat is onze eerste stap. Hierna gaan er heel wat stappen volgen. Dit is maar het begin. We willen dit opgelost hebben voor iedereen. De beperkingen van Star News zijn wel lastig, want we kunnen deze persconferentie, die voor ons zo belangrijk is, niet live uitzenden. We sturen ze allemaal naar jullie nu. Van, kijk jullie daar. Wat we ook gemerkt hebben, is als je op je Facebookpagina zegt, je bent op YouTube te volgen, dat mensen dat nauwelijks doen. Ze gaan even kijken en dan zeggen ze, oh, is Tjan. Nee hoor, we gaan weg. Zoals we de VHP-meeting van donderdag hebben live hebben gecoverd via YouTube. Het was opnieuw gebruiken van, in gebruik nemen van dat partijgebouw. We hebben aangekondigd, we zijn op YouTube. Doorgaans hebben we honderden volgers. Nou, op YouTube hadden we nauwelijks 10, 20 en kort. Die mensen hebben gezien om wie het ging en ze zijn weggegaan. Dus dat hebben we gewoon kunnen volgen. Dus dat betekent, we hebben een Facebook-cultuur. Dus ook al zou je naar andere platformen gaan, het helpt niet zo. Wat SVA betreft, we hebben SVA ook uitgenodigd. Ik zie ook vertegenwoordigers van SVA hier om te kijken van kunnen we wat doen. We hebben verder ook informeel gecheckt of er hulp kan komen voor praten met Meta, Facebook, vanuit de regering. En daar is een welwillende houding over. Dat vinden we goed. Nou ja, rechtszaken en zo zien we als iets anders. Maar dit is gewoon nationaal. Want straks, als er iets gebeurt op de dag van de verkiezing, of ervoor, als je fraude ziet, je kan gelijk rennen naar Facebook om te melden. Maar als dit niet oplost, gaan we echt, iedereen mag bang zijn. En vandaag zijn wij het, morgen is het DTV, is het Lim FM, is het nog meer. Sami Durga is een beetje ook gehackt allang. Dus hij zit ook hier. Dus iedereen heeft ergens iets gevoeld. Volgens mij is ATV niet eens meer online op Facebook. Is geblokkeerd. Is geblokkeerd. Dus het is gewoon door de bank. Hè, Sami, door de bank. Vraag over financiële impact. Ja, financiële impact, het heeft een financiële impact. Want wij als mediabedrijven, je bent afhankelijk van adverteerders. Adverteerders gaan zelf een website, ik ga op een website, omdat ik aan de website komt, ze adverteren daar. Wat is belangrijk voor de adverteren? Hoeveel mensen klikken op je website om je nieuwsbericht te lezen? En omdat de meeste traffic komt via social media, mensen klikken op bericht en ze belanden op je website. Als dat niet gebeurt, dat betekent dat jouw views minder wordt en dat bedrijf wil wegtrekken om te adverteren. Jij hebt dan geen inkomsten, je kan je journalisten niet betalen. Je gaat mensen moeten bedanken. En dan zit je ook weer
met overwerkte journalisten die wel toch daar blijven. Want zij moeten dan dus, veel meer werk gaan verrichten. Het heeft een effect. En je gaat ook de stories niet eens meer kunnen doen dat jij wil doen, omdat je dan focust op de mainstream nieuws. En je bent op een gegeven moment zo beperkt, omdat je ook financieel niet veel kan doen. Als media verdien je al niet veel, maar je probeert nog het bovenwaarde te houden, omdat als wij op een gegeven moment beetje bij beetje komen weg te varen, is er eigenlijk bijna niets meer over in Suriname. Dus het heeft zijn impact. Misschien aanvullend. Ja, nog iets terwijl je schade bij een van onze posts weer verwijderd. Dat is een post van dat Donald Trump weer een aanval is op Donald Trump. En dat is gisteravond gepost en vandaag werd hij gerapporteerd en verwijderd. Dus terwijl we hier zitten, worden we dus van samen rapporteren. Samen. We hebben in Suriname de traditionele media gehad. ABC is een traditionele media, TV, radio. En online is eigenlijk gewoon een nieuw bedrijf, een nieuwe afdeling. En als die afdeling eigenlijk niet kan functioneren, dan heb je eigenlijk van de drie aspecten van mediavoering van ons, is een van ze eigenlijk raakt steeds verlamd. En dat is een kwalijke zaak, omdat het is een nieuwe vorm van de samenleving voorzien van informatie en ook een andere vorm van inkomsten. En dat raakt dan aan beide kanten. Dat wil ik even nog toevoegen. We kunnen nog een laatste vraag over je in. Ja. Zoveel media zijn live, kan je in de microfoon? Ja. Ik zal dat gedeelte van het schapen. Zo die robotprogramwerk, zoals je liever zegt, een bepaalde ingrepen doen om te voorkomen dat mensen het niet krijgen, dat het gericht is op bepaalde topics. En we kunnen er dan laten gebeuren dat we in het onderricht verhalen van het schapen. Dat is die programma. Dus mijn vraag nu is, hebben jullie gemerkt dat het gaat om berichten van een bepaalde trend vooral? Bepaalde inhoud, bepaalde kleur, moet weggehaald worden. Nu is dat gesproken met cybercrime unit van de politie, maar die is dus wel goed in staat om dit soort dingen aan te trekken. En in bepaalde gevallen waar ze gewoon echt ook hebben gehackt in andere mensen hun doen, om achter informatie te komen, om criminelen daarop op te lossen. Dus cybercrime unit is een aangifte gedaan massaal. En zeker dat er van die berichten die steeds weggehaald worden. Wat is de kleur van die berichten? We hebben het gevoel dat men opzettelijk eenvoudige berichten weghaalt. Waardoor je helemaal niet kijkt naar een richting. Het begint gewoon zo door berichten waarvan je denkt, waarom deze? Dus, er zijn geen politieke berichten die weggehaald worden, tot nu toe, behalve Trump dan. Het zijn echt onschuldige berichten waardoor je geen vinger kan wijzen naar welke richting. En dat is het precies, Bisham. Daarom willen we met de regering praten. Ik denk dat de president daar open voor is. Dat al deze instituten in werking treden, DNV, politie-recherche, digitale recherche enzovoort. Behalve dat wij ook met particuliere personen bezig zijn. Want je moet natuurlijk je niet richten aan, naar één instituut alleen. Dus Jean-Luc van Charante bijvoorbeeld, hij is nu uit Londen. Maar hij heeft via Feshmohani al wat instructies gegeven en wat meningen, wat we moeten doen. Dus we werken op verschillende fronten. Cairo had een laatste vraag, volgens mij. Ivan Cairo had een vraag. Ja, het is een druk bezette persconferentie. Ja. Dus. Goedemorgen, Ivan Cairo de Waarde. Wie zou je die vraag eerder aan die gesteld over die ICT-afdeling van de politie, die afdeling?
hebben jullie ook contact gehad met de ICT-Wagon en directeur Nationale Veiligheid? En die aangeeft dat onschuldige bewegingen zijn die nu worden weggehaald. Zien jullie dit als misschien een opmaat naar de verkiezingen om dan korter te gaan? En dan kijk, zo gebeurt het meestal hè? Bij criminele brains. Ze graven zich in, heel onschuldig, en dan vermoed je niks. En uiteindelijk slaan ze toe. Dat zie je ook bij personen die zich anders voordoen. En dan na een tijdje zijn ze van kleur veranderd. Dus wij zijn bang dat het begint zo, maar dat het iets anders wordt. Kijk, als het politieke berichten waren, hadden we veel makkelijker kunnen zeggen, zie je wel, politieke mensen zijn bezig. Vandaar dat ik denk ook dat ze onschuldige berichten pakken, maar die wel in staat zijn om een page helemaal weg te halen. Zoals nu bij Star News, ik had al eerder gezegd, we hebben 366.000 volgers. En als die page, op dit moment staat het at risk. Het staat er ook, hè, van risico om verwijderd te worden. Dus met eenvoudige berichten kan je wel een grote page weghalen. En dat is het doel. Het doel is om zo onzichtbaar mogelijk te werken, om uiteindelijk het doel te bereiken dat je gewoon niet meer kan publiceren. Dus het is heel ernstig. En vandaar dat we het ook ernstig aanpakken. De samenleving heeft ook een rol hierin. We weten allemaal hoe we een fake account kunnen identificeren. Je weet, een persoon heeft net een account gemaakt. Je gaat op deze pagina zien, het is gisteren aangemaakt. Wanneer je ziet dat ze bepaalde comments onder berichten plaatsen. Maar ze rapporteren, dat is wat je moet rapporteren. Niet nieuwsberichten. Oh ja, onder onze post van vandaag bijvoorbeeld hebben we gemeld de grote dreiging. En dan komt iemand die gewoon zegt van ik ben die en die. En noemt 6 namen en van we gaan je massaal blijven rapporteren. Dat is ook al een fake account. Gebruikt ook iemand anders naam. Wat niet klopt. Jasmine heeft ook gezien dus dat diezelfde account pas zich heeft aangemeld bij verschillende media. Dus zo zie je hoe het werkt. Het werkt behoorlijk hoor, georganiseerd. Oké, ik kan snel. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het goed is. Duidelijk. Ik denk dat het heel duidelijk zijn geweest. Als ik ook kijk naar de freshman, dan wil je de persconferentie afsluiten. Wij bedanken jullie voor je aandacht en we hopen dat na dit moment we ook veel meer omgeving kunnen zien. Ook vanuit de media hebben we een bepaalde rol geschreven en ook onze werk nog steeds aan het worden. Wij willen nog steeds om bezig zijn met nieuws. In plaats van jullie in de groep gaan en kiezen, we bezig zijn met mensen, bezig zijn met organisaties. Dat is een van ons werk. Ons werk is nieuws maken en samenleving informeren. Dus we hopen dat er wat meer richting komt naar dit moment. Het is niet iets van ons alleen, het is iets van ons allemaal. En dat we staan ook open voor iedereen die zegt, wanneer wil je wel zitten met u om toch een oplossing te brengen in deze kwestie. Vanuit u zullen bedankt voor iedereen, ook vanuit de tafel, alle sprekers en de wens ik in de veiligheid. Ik ben Shimani Thomas van de Shimani.